Welkom bij 02025 Ontmoet en Groet. Trek hem maar open. Ja, het is een Leporello. En het leuke is, het is dus een lijst van 225 koplopers. Ik ken 02025 uit de tijd dat het Wij Krijgen Kippen heette. Dat heb ik via Linda gehoord. Die heeft mij op een bepaald ogenblik naar een energieontbijt gesmokkeld. Van de energieontbijten. Via Paulien met name. Hele enthousiaste dame. Als ik gesprek met Paulien voert, dan heb ik het idee van ik moet aantekeningen maken. Maar gelukkig zegt ze altijd wel, ik stuur nogal wat mails na. Ik ken 02025 van mijn collega Saskia Müller, die op een gegeven moment energiecommissaris werd in Amsterdam-Noord. En daar was ik eigenlijk best wel afgunstig om. 02025 is wereldberoemd in Amsterdam als duurzaam platform. 02025 is eigenlijk ons baken, zeg maar, waar we ons een beetje aan vasthouden richting de gemeente. 2012, denk ik. Voordat we 02025 hadden, hadden we Wij Krijgen Kippen. En dat was van 2010 tot 2012. En de opvolger daarvan is 02025. Ja, maar dat is eigenlijk zomaar geruisloos is dat overgegaan. Toen kwamen we voor het eerst bij de energieontbijten. Toen was een beetje net begonnen eigenlijk. Ja, dat was toen ik hier in het Olympisch Stadion voor het eerst op gesprek ging bij Paulien. Toen zag ik ook het bordje 02025. Ik denk dat dat iets van 5 jaar geleden is toen ik Paulien leerde kennen. Mongol. En zij mij over 02025 vertelde en ik heel lang over gedaan heb om daar iets van te snappen. Toen dacht ik van wat voor een gekke club is dat? Heeft die iets met energie te maken? Ja, dat duurde eventjes voordat ik begreep wat dat was. En daar kwam 02025 uit voort en daar ben ik naartoe gegaan. Oh, dat is gewoon echt een platform waar mensen zich elkaar kunnen vinden die met schone energie bezig zijn. Een platform waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten en ideeën uitwisselen op het gebied van duurzaamheid. En nu klinkt het simpel, maar toen heb ik er lang over gedaan. 02025 is geboren in een klein kamertje in Amsterdam-Zuid. Ruurt Priester, Thijs Haverkamp en ik hebben er eindeloos over gedaan, over die naam, heel veel gedoe. En dat is toen een soort van organisch overgegaan in 02025. Op een gegeven moment zeiden we, nou, het wordt gewoon 020 iets en toen zei iemand 02025. Dus met z'n drie in een kamertje, een zweetkamertje, is het gelukt. Wanneer dat precies was, weet ik niet meer precies, maar daar ken ik 02025 van. Je kan het als optimist lezen, als mogelijkheidsdenker. Je zegt 0 in 2025. Of je kan het als een beetje realistisch. Je zegt, we zijn koploper in 2025. Het kan allebei. Ja, ik hoop dat 02025 nog veel meer mensen deze stad gaat bereiken. Ze bereiken al heel veel. Dat is heel goed. Wat hoop ik voor elkaar te krijgen met 02025? Dat er nog meer mensen enthousiast worden voor de energietransitie. Die saamhorigheid die je nodig hebt in onze stad, dat die bewaard blijft. Ja, nog bredere community maken. En dat ze zo nog meer krachten kunnen bundelen, want ik vind dat ze fantastische projecten neerzetten. Dat de energietransitie iets normaals wordt en iets van ons allemaal en iets wat het leven leuker en goedkoper maakt. Dat de ambitie die uitgesproken is, Amsterdam koplopen, dat we dat echt gaan redden. Nou, dat we echt die 2025 gaan halen om de ambitie naar CO2-neutraal te gaan. Hoop, ja. Hoop. Want het gaat best moeizaam. Ik kan nu wel een paar plaatsen aanwijzen in Nederland die het beter doen dan Amsterdam. Mijn eigen huis, hè, daar ben ik ook nog mee bezig. De ambities van Paulien zijn super hoog, maar die wil ik vooral niet afschieten. Dus als ik haar goed hoor, dan zijn we in 2025 gewoon helemaal energie-neutraal. Nou, ik hoop dat we heel binnenkort een mooie samenwerking tussen de gemeente, een aantal bedrijven en de energiecoöperaties krijgen. Dat we eigenlijk binnen 5 jaar die energietransitie gewoon voor elkaar hebben. Nou, ik wens ons allemaal eigenlijk toe dat we, ja, zoals iedereen zegt, een energiezuinige en leefbare stad krijgen. Ik hoop dat we met z'n allen heel veel van elkaar gaan leren, waardoor het gewoon veel en veel sneller gaat dan dat het nu gaat. En dat kan ook, daar zijn we voor 2025. Ik hoop dat alle Amsterdammers hun gedrag veranderen, zodat alles wat ze achterlaten gerecycled kan worden en we een goed verwarmde stad hebben. Nou, dat we natuurlijk volledig energie-neutraal worden in Amsterdam, echt wel voor de datum, voor de eindstreep. Ja, dat is een heel eenvoudig antwoord. Wat mij betreft 0 in 2025, dus 0 fossiel in 2025. En ik weet ook dat het kan, technisch. En het kan financieel, dus het enige wat we hoeven te doen is het allemaal willen met elkaar. Gewoon binnen 4 jaar stoppen met fossiel. Ja, dat lijkt me een mega prestatie, maar mega leuk. Ik hoop echt dat volgend jaar alles geregeld wordt. Ja.